Zij Benfica Ajax. De supporters stromen met duizenden naar het stadion Daluz, ook die van Ajax. En die zijn zoals gewoonlijk in een buitengewoon uitbundige stemming. Veel reden hebben ze daarvoor uiteraard niet gezien. De uitslag die is ontstaan vorige week in Amsterdam. Maar je kan tenslotte nooit weten. Een heel andere sfeer troffen wij gisteravond aan in het etablissement waar Benfica zich concentreerde en voorbereidde op de wedstrijd van vanavond. Een etablissement dat te vergelijken was met een soort beschutte werkplaats. No? No speaking? No? You don't like it? You have no expectations for tomorrow? Yes, no. Yeah? Ah, pa, oh, Tony, dit is like een orde in het Engels, pa. No. Meneer Torres spreekt geen goed Engels waarschijnlijk, maar... No speaking. No speaking. No, pa, pa, Tom Terago, pa. No. No English. No. Thank you. Yeah. You think to make the whole match, the whole game? Yes. You think so? Thank you. Meneer Otto Gloria, de Braziliaanse coach van Benfica. Mr. Gloria, I think you are very satisfied about the result in Amsterdam. Do you agree with, for example, 0-0 tomorrow in Lisboa? Well, it's possible because we bet Ajax in Amsterdam, but it's possible Ajax bets Benfica here. You think so? It's difficult because we give two goals more. But if the score is 0-0, it's best for we. But anyway, you will not be in defense or so? No. Benfica plays always in attack or in counter-attack, but never in defense. When Benfica attacks, comes in the next round, in the semi-final, which team should you prefer then? Oh, all the teams arrivals final, quarter final are very, very difficult. But in the semi-final, for instance? More difficult too. But you don't prefer Celtic or AC Milan? Or no. It's indifferent. You know. Thank you very much. Queremos é ganhar de qualquer maneira, os outros não têm virtude. Eu sou dos Thank you.
Thank you.
Thank you.
Vous êtes un homme dans les champs de football, un bon homme. Okay. Alors, ja, ik versta het wel. Alors, ja, ik kan me voorstellen. Je bent niet meer jonge meid. Nee. Los even, los even. Stop hem maar. Nou, je hebt ook nog wel alles meegemaakt. Maar we hebben wel genoten hoor. Welke kamer hebben wij? Gerrit en ik. 35. Gerrit dan de boven? Ja, ik moet sluiten. 50. Jan. Johan, zoent hij goed? Ja, heerlijk. Hij danst ook lekker licht. Johan? Ja, Gerrit. Jongens, mensen. Ga lekker naar binnen. Mag iedereen even door, jongens? Hij zegt een stuk van. Oké. Ik kwam naar beneden. Jongens, wat een leuke trailer. Ja, dat weet ik ook wel. Ik ben ook iets langer gedaan.